Hi, mijn naam is Matthijs Klaasner en dit is de eerste video voor MSB 14, Adobe Edge Animate. Nou, je hebt net de introductie gezien, de introductievideo, waarin je al een klein beetje in aanraking bent gekomen met Edge Animate. En we gaan nu een stukje verder. Ik heb mijn bestand opgeslagen als een koffiebanner.html. Het is heel belangrijk dat je, als je begint met Edge Animate, om je materiaal gelijk geordend op te slaan. Dus weet waar je materiaal staat. Deze banner die komt op de startpagina in de bovenzijde van de website. Laten we hem eventjes erbij pakken. En op zich vind ik dit gebied tussen het logo en de menubalk een mooie plek om een, eigenlijk een advertentie te plaatsen, een commercial te maken voor de cupcakes die wij ook hebben in het GLR Café. Erg lekker voorbij je kopje koffie, dus die moeten we natuurlijk aanprijzen. Laten we even gaan kijken in Edge Animate. De ruimte die ik daar heb is zo'n 188 pixels hoog in mijn geval. Dus ik maak hem inderdaad 188 pixels hoog. De breedte is zo ongeveer 350 pixels in mijn geval. Dus die maken we ook 350 pixels breed. Dan weten we zeker dat die zo meteen gaat passen in Adobe Muse. Uiteraard gaat het erom dat we materiaal gaan binnenbrengen. Dus we gaan naar het importeren van assets. In het startbestand van dit onderdeel vind je de cupcakes. Een heerlijke toren met cupcakes. Het is een PNG, dus hij is transparant op de achtergrond. En die gaan we laten animeren. Belangrijk is dat je als eerste een beetje je compositie bepaalt. Wat je eindbeeld zal gaan worden van deze animatie. Dus ik wil eigenlijk dat mijn cupcakes er als de animatie eindigt ongeveer zo voor staan. Belangrijk om te weten is dat jouw plaatje gelijk al een div-element is geworden. Dus hier aan de rechterkant zie je je elementen en zie je je divje staan. En alle div-elementen die zijn te animeren binnenin Edge Animate. Daarnaast zie je ook hier onderin zie je op de tijdslijn de cupcakes staan. En omdat we de cupcakes nu hebben geselecteerd, vind je hier alle settings van het plaatje. Die we dus kunnen gaan gebruiken om de animatie te maken. En daarnaast vind je ook in de library de cupcakes weer terug. En wat als het belangrijk is om je eindcompositie te bepalen. Dus laten we zeggen dat na ongeveer een seconde of anderhalf, dat we daar het plaatje op deze manier willen hebben. En dan wil je eigenlijk met de punaise deze cupcakes vastprikken op de locatie waar we nu staan. En ervoor zorgen dat we hem daarna buiten beeld kunnen halen. En dat doen we eigenlijk door te dubbelklikken op dit kleine vierkantje boven de time slider. Als je daar op dubbelklikt, dan pin je eigenlijk de cupcakes in dit geval vast. En dan staat ook deze pin hier aan, de toggle pin. Wat je dan doet, is je sleept de playhead, dus niet de pin zelf, want die blijft lekker vastgeprikt op de plek waar die staat. Die sleep je terug naar het begin van de animatie, misschien nog ietsje later. En daar gaan we de verandering maken dat we de cupcakes buiten beeld gaan halen. En buiten beeld betekent dat we het zo meteen in de browser niet gaan zien. En vervolgens komt die netjes binnen. En je ziet het dan, dat dan gelijk ook twee keyframes zijn gemaakt doordat we met die pin werken. En dat we dan dus ook een animatie hebben. En de tween wordt aangegeven met deze leuke gekleurde balken ertussenin. Dat is het eerste gedeelte van je animatie. Nou, wanneer je deze wilt testen in de browser, doe je simpelweg Command-Enter of Ctrl-Enter op de Windows-machine. En vervolgens zien we daar de animatie binnenkomen. Nou, op zich vind ik hem wat langzaam gaan. Als we hem nog even herladen, dan zie je dat hij vrij rustig aan de binnenkomt en dat mag al wat sneller. Dus dan kan je vrij eenvoudig zeggen, nou, we gaan die tijd tussen de keyframes in net wat korter maken. Zodat hij eigenlijk binnen de seconde al op zijn plekje staat. Command-Enter, nog een keertje testen. En daar zie je dat hij al een stukje net binnenkomt. Nou, om wat meer schwung aan te geven, dat het net wat lekkerder loopt, kan je ook met wat ease-in en ease-out opties gaan werken. Zoals bijvoorbeeld deze opties. Wanneer je met ease-out werkt, dan zou je zien dat hij wat sneller begint en rustig eindigt, waardoor het net wat lekkerder gaat bewegen. Bijvoorbeeld laten we zeggen een kwart. Als we deze nu gaan testen, dan zie je dat hij netjes snel begint en rustig eindigt. En zo zijn er een heleboel opties die je kan toevoegen. Zoals bijvoorbeeld een bounce. Als hij ergens tegenaan zou moeten gaan botsen,
zal dit het effect zijn. Boink. Ook erg handig. Maar ik vind in dit geval de Quart wel erg leuk. Je mag zelf kiezen wat jij het leukste effect vindt te hebben. Nou, belangrijk om te weten is dus dat we werken met de HTML document. Dus deze zouden we gelijk al kunnen gaan gebruiken in het internet. In je internetsite, naar Dreamweaver verhalen of welk pakket je ook zou willen hebben. Dus dat is al een handige. Verder willen we natuurlijk dat we deze animatie, dat hij bijvoorbeeld een beetje invade. Dus dat we hem transparant laten beginnen en langs laten invaden als hij het beeld binnenkomt. Nou, ook dat werkt eigenlijk op dezelfde manier met die pin toggle. Ik dubbelklik nog een keertje, zodat we de pin kunnen neerzetten. Ik wil dat de pin aan het einde van, of misschien nog iets eerder, dat hij daar volledig zichtbaar is. En dat hij aan het begin van de animatie juist transparant is. En dan gaan we kijken wat we daar aan de linkerkant mee kunnen doen qua instellingen. Nou, bovenin zie je hier de CSS Opacity. Dat is de CSS-stijl die de transparantie aangeeft. En die schroeven we terug naar 0%. Waardoor die niet te zien is. En als we nu hem gaan testen. Dan zie je dat hij langzaam helder wordt. En dat geeft net even iets meer aan deze animatie. En uiteraard kan je met de keyframes blijven spelen. Hoppatee, daar hebben we hem. Nou, probeer voor jezelf het plaatje binnen te halen. Te laten animeren en de opacity te gaan benutten. Succes!